Vice-president Ronnie Brunswijk zegt nog niet formeel te zijn geïnformeerd over het vertrek van telezuurdirecteur Mike Antonius. Woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers zei Brunswijk dus niet voor zijn beurt te willen spreken. Ik weet niks van telezuur. Nee, er is niks gerapporteerd. Ik heb in de krant gelezen dat meneer Antonius heeft bedankt. Ja. Dat alleen heb ik gehoord. Dat bepaalt de overheid en dat bepaalt de leiding. En wanneer iemand bijvoorbeeld abrupt, of iemand is doodgegaan of iemand heeft ontslag genomen, dat is het direct onvervanger. En dat is een van die onderdirecteur. En dat is al geschied. Een van die onderdirecteur? Ja, toch? Die neemt waar? Die neemt waar totdat er een ander besluit is genomen. Nee, dat was een hele tijd geleden dat Falisi was getipt voor directeur van daar. Er is geen enkele onderhandeling nog over wie de opvolger zal zijn. Dat gaan we zelf bepalen. Antonius nam per 2 augustus om persoonlijke redenen ontslag en werd Dorik Ramlakan aangesteld als waarnemend directeur. Brunswijk zegt dat er eerst in regeringsverband informatie zal worden uitgewisseld, alvorens er meer zaken naar buiten worden gebracht.